We gaan beginnen. Goedemiddag, het is nu 12 uur. Van harte welkom bij deze lunchwebinar. Helaas moet je je lunch zelf meenemen. Mijn naam is Rob, de Hollander directeur bedrijven Rabobank Vallei en Rijn. En ik ga jullie in dit ochtend of deze webinar in ieder geval meenemen in de outlook ten aanzien van de economie als gevolg van de coronacrisis. Ik ga ook daarna kijken met jullie over de anderhalve meter economie. Hoe zou je dat in welke sectoren op een goede manier kunnen uitrollen? En vervolgens wil ik ook een doorkijkje maken naar het innoveren als opstap ook voor de presentatie van Joop Hazeleger, die achter mij zijn presentatie zal vervolgen. Nou, jullie zijn hopelijk bekend met de chatfunctie die ook aanwezig is. Michiel van der Watering die zal de chats uitlezen. Dus mocht er tussentijds een vraag zijn en het is nodig om daar gelijk op in te breken, dan zal Michiel mij vast en zeker eventjes tot orde roepen. Daarnaast inderdaad ook een paar polls hebben we verwerkt in onze presentatie om het ook op die manier interactief te maken. Maar schroom dus inderdaad niet om vragen te stellen om lekker actief mee te doen. Dan maken we er met elkaar een mooi uurtje van. De hoofdkreet van mijn deel van de presentatie heeft echt te maken met wat is nou de economische impact van corona op onze economie. Waarbij ik ook zal trachten om wat meer in te zoomen op de regio Food Valley. Om te kijken of dat inderdaad qua gebied een ander gebied is qua economische impact dan de rest van Nederland. Nou, maar gelijk met de deur in huis vallen. Dit is de economische verwachtingen voor de komende jaren. En wat jullie dus nu zien, is dat voor dit jaar, de P is van prognose, voor 2020 een BPP, oftewel een krimp wordt verwacht van onze economie met 5,7%. En als we dan kijken naar de jaren 2018, 2019, toen zaten we nog in de plus. We merkten al wel in 2019 dat de economie wat begon af te koelen. Maar een krimp van min 5,7. En er zijn zelfs al scenario's, niet overigens door de Rabobank, maar door andere banken ook gepresenteerd, die zelfs uitgaan van een grotere krimp. Dat betekent dat we hier echt wel te maken hebben met een groot impact. Gelukkig is wel de impact van deze krimp op een hele korte termijn, want als je kijkt naar 2021, oftewel de laatste kolom, dan wordt voor volgend jaar alweer uitgegaan van een economische groei met 2,9%. Dus volgens deze verwachting is het daadwerkelijk een V-patroon. En kunnen we hopelijk ook weer snel teruggaan naar de economische situatie zoals die was voor corona. Nou, in deze slide staat dan uitgelegd op welke sectoren dat allemaal zijn impact heeft. Maar we gaan nog even wat dieper inzoomen op de echte branches. Nog even in vergelijking ook met de bankencrisis, oftewel de kredietcrisis van 2008-2009. Toen hadden we in 2009 een krimp van de economie met 3,7%. En het jaar erop was er weer een lichte opleving van 1,3%. En we merken dus nu zelfs met de coronacrisis dat we te maken hebben met een grotere krimp van 5,7%. Waarbij gelukkig de bounce, oftewel de terugkeer, richting 2,9% ook gelukkig groter is. Als we gaan kijken naar de specifieke sectoren. Ik omlijn even 2020, omdat dat natuurlijk het jaar is waar we nu in zitten. Dan kun je heel duidelijk zien dat er in een aantal sectoren ontzettend harde klappen vallen. De horeca, natuurlijk een heel logisch een open deur. Maar goed, je ziet het, min 41%. Dat is natuurlijk ontzettend fors. Alleen het mooie is wel dat je dan ziet dat daar volgend jaar ook een hele sterke correctie positief weer op zit van 32%. En dat zal onder andere komen omdat dan de prijzen wellicht ook op een hoger niveau zullen blijven dan voor de coronacrisis. En daarmee wordt dan ook een deel van de groei gerealiseerd. Ja, voor de rest inderdaad merk je dat in het openbaar bestuur en ook het onderwijs daarvan, dat daar de krimp natuurlijk relatief veel kleiner is. Sterker nog, openbaar bestuur, gemeentes, et cetera, zijn nu juist bezig om mensen aan te nemen. Om alle regelingen goed uit te kunnen voeren. Kijk ook naar het UWV. En allerlei steunmaatregelen worden ondersteund met extra mensen. En wat je dus ook met name ziet, is de industrie. Dat is natuurlijk een hele brede branche. Maar daar inderdaad vallen we terug met min 10%. En ik zal ze dadelijk ook laten zien. Ja, welke sectoren tikken nou eigenlijk ook, als je kijkt naar Nederland, is een totaliteit qua BBP. Het meeste aan. Overigens nog even terug. Jullie zien in de rechter kolom sectorspecialist. Nou, zoals jullie hopelijk allemaal weten, hebben wij binnen de bank een hele afdeling die zich bezighoudt met allerlei onderzoek, cijfers en trends naar verschillende sectoren. En deze sectorspecialisten, dat zijn de mensen die snappen dan die sectoren ook heel goed, komen ook vaak bij klanten en helpen ook vaak adviseren. Dus die expertise hebben we gelukkig inderdaad als bank zelf in huis. Nou, als je dan kijkt naar wat is de bijdrage aan het effect op de Nederlandse economie, dan zie je dus met name dat de industrie en handel, dat zijn overduidelijk de twee sectoren die het meest gewicht leggen in de schaal van de hele BBP van Nederland. Terwijl de landbouw, bosbouw, visserij,
De indruk is soms anders, maar is het wat dat betreft relatief voor Nederland wat minder van importantie. En horeca, overigens nog steeds, op een vierde plek. Dus wat dat betreft inderdaad zeker een sector die impact heeft op de krimp van heel Nederland. Nou, hoe zit het dan met de gevoeligheid van de regio Food Valley ten opzichte van de rest van Nederland? Nou, ik hoop dat mijn pijl van mijn cursor te zien is. Waar het hier nu staat is precies op Veenendaal. Maar je merkt dus de provincie Utrecht, net als de Veluwe, dus met de Food Valley hier mooi in het midden, ja, geeft eigenlijk aan dat wij wel natuurlijk te maken hebben met een forse krimp, maar ten opzichte van andere delen van Nederland nog relatief beperkt. En kijk even voor de aardigheid naar Noord-Groningen en een stuk van Friesland. En dan zie je dat het daar echt meer dan min 7% krimp leidt. Dus daar is het heel erg groot impact. Nou, en hopelijk is dat ook iets wat jullie zelf ook bij je eigen bedrijf, of misschien ook wel in omgeving of in businessclubs ook ervaren, dat de Food Valley op dat vlak in zijn totaliteit, en je, nogmaals, je kunt heel erg getroffen worden als ondernemer, maar in totaliteit nog redelijk doorgaat qua economie. Dit is ook een hele interessante. Het is een recent onderzoek uitgevoerd door het UWV. Er staat overigens rechts onderin oktober 2019, maar dat was meer, nou, welke sectoren zijn met welke percentages werkzaam in de regio Food Valley. Maar nu gerelateerd ook aan de sectoren die dus economisch getroffen worden. En dan zie je dus eigenlijk, als je kijkt naar boven, dat er een aantal sectoren zijn die natuurlijk te maken hebben met een zeer grote krimp. Opnieuw de horeca natuurlijk ook overduidelijk. Zakelijke diensten. Overigens zijn er ook zakelijke dienstverleners die juist garen lijken te spinnen bij de corona. Luchtvaart is natuurlijk ook iets wat nagenoeg stilstaat. En daar werken alles bij elkaar 16% van de werknemers in de regio Food Valley. En de grote krimp die zit ook met name natuurlijk in de detailhandel, non-food. Kijk naar de winkeliers in de kernen. Hoeveel mensen gaan nu nog daadwerkelijk winkelen en kopen ook? Nou, gelukkig gaat dat de laatste maanden weer iets beter. Maar die hebben een ontzettende klap gekregen door corona. En wat je ook wellicht gaat zien als gevolg van de corona, dat ook meer particulieren, investeerders, et cetera, de weg ook richting het online kanaal hebben gevonden op een consistente manier en dat ze dat ook blijven doen. Dat betekent dat het zomaar zou kunnen zijn dat ook het online traject voor de detailhandel steeds belangrijker gaat worden om daar ook de klanten te blijven bedienen. Nou, met elkaar opgeteld 16% en 14% hebben dan te maken met 30% van de werknemers in de regio Food Valley, die dus werkzaam zijn in een sector waar klappen vallen. En dat is best wel heel erg fors. Nou, gelijk maar eens even een poll. Wat verwachten jullie van de coronacrisis? Hebben we nu het ergste achter de rug, oftewel eind maart tot en met nu? En gaan we vanaf de tweede helft van dit jaar gewoon weer lekker bouwen met elkaar? Of is er daadwerkelijk nog plaats van een dubbeldip en gaan we nog te maken krijgen, misschien wel in Q3, met een vervolgende coronacrisis? Ja, voor de ene inderdaad zal het zijn van nou, ik zie duidelijk weer aan mijn eigen onderneming dat het weer aantrekt, dat het weer goed gaat. Maar je hebt natuurlijk ook nog steeds ondernemers die zitten nog steeds in heel zwaar weer. Kijk nou bijvoorbeeld de evenementenbranche. Of mensen die inderdaad verwachten dat er nog een tweede klap aan zit te komen in het derde kwartaal. Ja, de wijsheid heeft niemand in pacht. Dus we moeten het afwachten. Maar het doet waarschijnlijk wel iets ook met je investeringsdrang, bij wijze van spreken. Op het moment dat je denkt dat er nog een klap aangekomen, kan ik me voorstellen dat het dan ook iets doet met jouw investering. En dat je denkt van nou, daar ga ik nog even wachten. Terwijl op het moment dat je nu het gevoel hebt van het is geweest, we gaan weer door. Ja, dan heb je misschien ook weer wat meer behoefte om weer te investeren en door te gaan. Ja, ik heb de wijsheid niet in pacht. Er zijn natuurlijk scenario's die uitgaan van een tweede corona-dip. Maar goed, dat is natuurlijk nergens op gebaseerd. Dat zijn allemaal aannames. Dus de tijd zal het moeten leren. Nou, dan hebben we natuurlijk te maken, en dat zal ook wellicht nog een hele tijd blijven duren, met een anderhalve meter samenleving te maken. En ook dus een anderhalve meter economie. Nou, nu zijn er natuurlijk recentelijk alweer wat geluiden geweest, ook in Europa, om die anderhalve meter weer af te schalen naar een meter. Kijk naar Engeland, waar gisteren ook is besloten dat 1 meter afstand voldoende is. Wij hebben nog steeds in Nederland de regel van anderhalve meter. Dus die moeten we inderdaad nog gewoon in acht nemen. Dat betekent ook wellicht voor jullie als ondernemer dat je daarop moet anticiperen. Hoe ga je zorgen dat je bedrijf in staat is om ondanks die anderhalve meter toch door te denteren? Nou, de ene sector leent zich daar natuurlijk veel beter voor dan een andere sector. Dat is in kaart gebracht en dat zal ik jullie nu laten zien. Dan zien we dat 84% van alle banen lenen zich voor om te kunnen werken in een range van anderhalve meter afstand.
verdeeld in een blok van 38% die het eigenlijk bijna volledig helemaal kunnen op afstand. Hè, dus echt thuiswerken op de zolderkamer. Nou, ook de financiële dienstverlening zoals ik, hè, als bank, ja, die hebben natuurlijk allerlei systemen en middelen die dat heel erg mooi kunnen ondersteunen. Nou, lukt niet altijd om dat helemaal 100% te doen. Soms heb je ook nog steeds het menselijke contact met elkaar nodig. Hè, bij belangrijke deals die gemaakt worden. Of stel je voor, je bent een hele beleggende klant. Dan wil je wel graag even gevoel krijgen bij de accountmanager private banking. Om zeker te weten dat het geld ook in goede handen wordt gelegd. Maar goed, daar zijn veel mogelijkheden. We zien gelijktijdig 46% van werkzaamheden die dus wel extern moeten plaatsvinden. Oftewel misschien in een fabriek. Maar waarbij dus wel die 1,5 meter ook uitvoerbaar is. En dan hou je dus nog 16% over. Ja, en dat lukt dus echt niet. Daar heb je dus inderdaad echt misschien wel het menselijk contact in je werk nodig. Of is het, kun je er niet omheen om het te kunnen uitvoeren. Nou, we zullen eventjes wat dieper inzoomen van wat is dat dan precies. Nou, wat ik al net zelf aangaf als voorbeeld, financiële dienstverlening staat bovenaan. Je zit een compleet bijna blauwe balk. Lukt heel erg goed om thuis te kunnen werken. En als je onderkijkt, de horeca, ja, eigenlijk natuurlijk ook heel logisch. Je kunt niet op 1,5 meter zeg maar het eten op een tafel smijten van iemand die daar aan het tafeltje zit. Of een biertje naar iemand toe te gooien. Dat is vaak toch wel wat meer contact gerelateerd. En dat zie je natuurlijk ook in de zorg. Mensen die dus inderdaad werkzaam zijn in ziekenhuizen moeten gewoon af en toe patiënten aanraken. Om te wassen, om te verplegen, et cetera. Maar goed, dan zijn dus inderdaad dan andere maatregelen voor nodig om te zorgen dat het op een veilige manier kan gebeuren. Nou, kijk ook naar je eigen sector waar je werkzaam in bent. En mocht je denken van nou, dat is echt grote onzin wat er staat. Ik zie het graag terug in de chat. Maar wellicht inderdaad een hele grote stuk van herkenning. Dat dit inderdaad ook in jullie branche nu momenteel speelt. En wellicht ook nog een langere tijd zo zal blijven. Dan gelijk weer een tweede poll om de interactie er lekker in te houden. De vraag inderdaad van, organiseer je nou maatregelen? En dus niet alleen voor jezelf, maar misschien ook wel voor je personeel van je bedrijf. Om het mogelijk te maken dat zij thuis kunnen werken. En misschien ook wel op de langere termijn. Dus niet inderdaad nou nog een paar weken. Maar dat je echt nu structureel keuzes gaat maken. Om het werk op een andere manier te gaan organiseren. Ja of nee? Ik zou jullie willen vragen om weer gebruik te maken van de poll. Nou, wat ik in ieder geval heel vaak terugkrijg van ondernemers die ik spreek. Is dat ze aangeven dat ze eigenlijk het liefst een hybride variant zouden willen. Daar waar het zou kunnen dat je 100% thuis werkt, dat je dan toch af en toe inderdaad dat combineert met wat intermenselijk contact. In de vorm van dat je af en toe een lijfelijke vergadering met elkaar belegt op een locatie. Maar dat je wel zoveel mogelijk probeert inderdaad ook vanuit huis te blijven werken. Ik ken ook ondernemers die hebben inderdaad allerlei aanpassingen aangebracht in hun onderneming met polyester schermen. Of inderdaad ook teams hebben verdeeld in een aantal groepen. Zodat mocht er ook een besmetting uitbreken dat er niet gelijk de hele operatie in één keer plat ligt. Nou, ook zelf kijken naar de Rabank, zijn we ook op dat vlak heel erg bezig om na te denken over nu, ook vooral naar de toekomst toe. Dat betekent dat wij de visie hebben neergelegd dat wij als Rabobank ook na corona zoveel mogelijk thuis blijven werken. Ja, jullie als klant denken nu gelijk van, hé, dat is een mooie bezuinigingsmaatregel. Dus ik kan straks niet meer met iemand op tafel. Nee, dat kan nog steeds. Maar het is wel zo dat wij als medewerkers, dat we de gelegenheid hebben om zoveel mogelijk thuis te kunnen gaan werken. En dat we misschien nog maar een paar dagen per week, dat we dan echt inderdaad fysieke afspraken hebben. Of met klanten, of met collega's om dingen af te spreken. Dus het gaat echt wel wat veranderen. En de vraag is natuurlijk inderdaad van, wat gaat dat betekenen voor ons als Nederland? Nou, heel veel denk ik. Want ik zal de call, zal ik nu afsluiten. Want wat is er nou voor nodig? Nou, eigenlijk heel veel. Dat hebben we natuurlijk wel gemerkt. En we merken ook wel steeds meer in Nederland dat mensen langzamerhand wat corona moe beginnen te worden. Wellicht ook jullie ervaring dat je merkt als je nu op een verjaardag komt, dat er een aantal mensen zijn die zeggen van ik ben klaar met corona en die wil je een hug geven. Dat je denkt van nou dat is misschien nog iets te voortvarend. Maar je merkt al wel dat mensen het niet zo heel erg lang meer volhouden. Dus wat is er voor nodig? Nou ook voor mensen, in jullie bedrijf. Echte gedragsverandering, echt een mindset. Het is misschien nooit meer zoals het was. En daar hebben we met elkaar mee te dealen. En voor jullie als ondernemer, voor je bedrijf. Ja, je moet inderdaad je werkplek daarop inrichten. Je moet een veilige werkplek ook creëren voor je medewerkers. Dus dat betekent inderdaad wellicht allerlei aanpassingen, zoals ik ook net aangaf. Hè, dat je in shifts gaat werken. Maar ook dat je misschien met polyester schermen zorgt. En dat besmetting zo klein mogelijk blijft. En daar zit ook weer voor een aantal bedrijven weer een nieuw verdienmodel in.
voor overheden natuurlijk ook zaak om nu na te gaan denken van wat gaat dit betekenen op de lange termijn voor mijn gemeente, mijn provincie, mijn land. Het zou zoiets kunnen betekenen voor de verkeersdruk in Nederland en voor de mobiliteit. Wat zijn dan de impact voor de mobiliteitsvraagstukken die we ook in de regio Food Valley hebben? Doet het iets met rondwegen rondom Veenendaal of de rondweg in Wageningen of de aansluiting van de A1, A30? Nou, goede vraag, we weten het niet. Maar het zijn wel dingen om daar nu over na te denken wat het zou kunnen gaan betekenen. Maar ook kijk naar het openbaar vervoer. Hoe blijven we zorgen dat we inderdaad met 1,5 meter afstand van elkaar gebruik kunnen maken van openbaar vervoersmogelijkheden. Ik hoorde net van Joop Hazeleger dat ook de scholen wellicht weer gaan starten, fysiek met onderwijs, na de zomervakantie. Nou, dat gaat dus ook wel impact hebben op de mobiliteit. En hoe gaan we dat met elkaar organiseren? Ja, dus best wel impact, dat hebben we natuurlijk gemerkt, maar het zal dus ook blijven. Nou, hoe zit het dan met de regio Food Valley? Is dat nou echt een hele andere regio dan de rest van Nederland? Nou, eind vorig jaar is er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Economic Research afdeling van de Rabobank. En wel heel verrassend, daaruit bleek dat niet langer de Randstad de grote motor is achter Nederland, de BV Nederland, maar dat we merken dat er steeds meer andere gebieden in Europa of in Nederland beginnen op te komen als de nieuwe motors. Kijk naar een stuk van Brabant, in de omgeving van Eindhoven, waar heel veel activiteiten plaatsvinden met grote economische impact. Maar ook, dat zien we op dit plaatje, de provincie Utrecht op de 3e plek en zeg maar de Veluwe op de 5e plek. En als we dan kijken naar de Food Valley en we zitten in het midden, dan zou je zomaar kunnen zeggen dat onze regio, het gebied waar jullie ondernemen wellicht ook, dat een van de grote succesfactoren is achter de BV Nederland. En dan is dat op dit moment vanwege corona dat we te maken hebben met de krimp. Maar in verhouding tot andere gebieden van Nederland merken we dus dat het daar nog relatief goed gaat. Randstad nog steeds voor een deel, nog steeds heel erg belangrijk. Kijk naar de metropool van Groot Amsterdam. Daar gebeurt nog steeds ontzettend veel met grote economische impact. Maar we merken juist dat de zuidelijke kant van de Randstad, Rotterdam richting Den Haag, dat daar juist inderdaad de zaak begint af te koelen en dat activiteiten zich lijken te verplaatsen naar de periferie van de Randstad. En dat zou ook het succes kunnen verklaren van de provincie Utrecht en de Veluwe. Vanwege natuurlijk onze fantastische werkmentaliteit in onze regio. Maar natuurlijk ook de infrastructuur die zich daar ook perfect voor leent. Nou, nog eventjes, wat doet het dan met de krapte op de arbeidsmarkt? Ik heb jullie net een slide laten zien over de werkloosheidscijfers. En ook laten zien dat we ook volgend jaar, ondanks het feit dat we weer 2,9% gaan groeien, dat er ook in onze regio nog steeds sprake gaat blijven van werkloosheid. Van rond de 6%. Het loopt volgend jaar nog op. Maar op de langere termijn, dus als we echt een doorkijkje maken naar 2021, 2022 en daarna, dan gaan we eigenlijk in alle modellen ervan uit dat er sprake zal zijn, met name in een paar sectoren, van echt een hele forse krapte op de arbeidsmarkt. Kijk naar de ICT. Nou, Veenendaal, ICT, Valley. Kijk naar de techniek. Hoeveel mooie bedrijven hebben we in Veenendaal en omgeving die zich daarin actief bezighouden. En natuurlijk transport, logistiek. Hele belangrijke bedrijven ook voor de regio. Nou, daar merken we dus in dat daar echt een zeer krap arbeidsmarkt is. En in dat kader ook juist oproep, ook via dit webinar, richting jullie als ondernemer. Benut dan ook die tijd nu. Misschien heb je nu wat meer gelegenheid om die stappen te zetten om te gaan innoveren. Want op de langere termijn zul je merken dat je met arbeidspersoneel het steeds lastiger gaat krijgen om de groei door te zetten. Dus je moet nu inderdaad gaan innoveren. En dat is mijn laatste slide. Of eigenlijk de ene laatste slide. Een mooie slide die eigenlijk heel veel informatie bij elkaar brengt. Ik zal er heel kort doorheen leiden. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat we hebben gemerkt dat we in het MKB heel veel stappen kunnen zetten op het vlak van innoveren. Dat er nog heel veel ondernemers zijn, want dat zie je rechts onderin. Als tweede reden, 38% van ondernemers die geeft aan geen tijd te hebben om daarmee aan de slag te gaan. En ik weet niet of jullie dat plaatje kennen van die soort Flintstones, die Neandertalers die een kar aan het voortduwen zijn met vierkante wielen. En iemand komt er met een rond wieltje achteraan gerend en zegt, jongens stop! En die jongens die met die kar weg zijn, die roepen van, sorry we hebben geen tijd, we moeten deze kar voortduwen. Ik zou jullie eigenlijk inderdaad een tip willen geven van zoek een zachte steen, ga eens nadenken of jij nu met jouw onderneming stappen zou kunnen maken op het vlak van innovatie. Want dat is de succesmotor voor de toekomst. En als je niet innoveert,
We hebben het vorige week in een andere webinar ook weer gedeeld. Dan heb je kans dat je bedrijf op een gegeven moment neergang gaat vertonen. En dan wordt het lastiger om daar die curve in te gaan veranderen. Dus, dat is echt mijn laatste slide. Mijn oproep aan jullie, blijf nadenken, blijf nakijken wat jullie kunnen doen als ondernemer. Onderneem elke dag, het is niet eenmalig een goed idee. Elke dag weer kijken van hoe kun je vandaag beter zijn dan gisteren. Maar ook de oproep, kijk eens ook naar het onderwijs. Zou het onderwijs iets voor jou kunnen betekenen om je daarbij te helpen? Joop Hazeleger, hij komt zo aan het woord. Die had het vorige week in een ander webinar over dat hij zelf een digital immigrant was. Hè, vanwege ook zijn leeftijd. Maar dat je merkt dat de jongeren van nu, dat zijn onze natives. Hè, die zijn vergroeid bijna met een telefoon en een laptop. Die denken online, die zijn digitaal. Maak ook gebruik van die kennis in de vorm van misschien stages of anderszins. Nou, dat is mijn bruggetje ook richting het tweede deel van mijn presentatie. Door Joop Hazeleger. Dus ik ga mijn presentatie nu beëindigen. Alleen een opmerking van Ronnie, die zegt van ja, corona is misschien wel een beetje voorbij. Nou, dat moeten we inderdaad gaan zien, hè, of dat echt zo is. Ja. Maar die financiële gevolgen, ja, die zullen we nog lang naijlen. Ja, nou goed, Ronnie zit natuurlijk helemaal in een tak voor sport met Fit20. Die daar heel veel last van heeft gekregen. Ja, gelukkig inderdaad ook voor Ronnie dat hij nu weer aan de slag kan met Fit20. Net als andere sportscholen, hè, want het is ook ontzettend belangrijk dat je ook vitaal blijft, juist in deze tijd. Maar dat doet iets met je businessmodel. Dan moet je inderdaad heel creatief gaan worden. Van hoe kan ik zorgen dat ik wel kan blijven sporten. Dat ik mijn klanten wel kan blijven bedienen. Dat ik ze wel kan ondersteunen. Nou, of dat inderdaad is dat de corona heel snel ophoudt. En dat we weer helemaal teruggaan naar ouderwets. Ik hoop het voor Ronnie wat dat betreft. Maar ik denk dat we inderdaad rekening moeten houden. Dat het inderdaad die 1,5 meter economie en ook samenleving. Dat het gewoon echt voorlopig zal blijven duren. Dus maak daar qua businessmodel. En qua bedrijf, ja, de goede aanpassingen voor. Dat is mijn oproep. Nou, hartelijk welkom allemaal. Werd net al eventjes gezegd. Wij als Knopen Techniek zijn bezig met eigenlijk de verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. In deze slide zien we niet alleen het logo van Knopen Techniek, maar ook het logo van ICT Campus. En dat is niet voor niets, omdat het daarnet eventjes ging al over de digitalisering. En dat wij, ik ook een stevige rol heb in datgene wat er binnen het ICT Campus gebeurt. Ik weet een plaatje wat ik onlangs gemaakt heb, toen iemand vroeg van waar beweeg jij nou allemaal? Nou, we hoeven het niet allemaal door te nemen, maar het komt er eigenlijk op neer dat wij als Knopen Techniek binnen de food value op een aantal plekken actief zijn. En eigenlijk heeft het altijd te maken met zorgen dat er aan de instroomkant het een en ander gebeurt om die krapte die Rob net zo mooi liet zien, straks het hoofd te kunnen bieden. En dat gaat over programma's als Sterk Techniekonderwijs, Techniekpact en dat soort zaken meer. Ook het ICT Campus programma in de regio Food Valley. En daarnaast dat we onderwijs en bedrijfsleven veel dichter bij elkaar willen brengen. Om ervoor te zorgen dat die studenten die nu nog in die schoolbanken zitten, straks gewoon goed aangesloten het bedrijfsleven in kunnen. We zijn bezig met eigenlijk altijd met de woorden kiezen, leren en werken. Dus dat kiezen, dat is zorgen dat er voor gekozen gaat worden. Dat is van de onderkant, vanuit het primair onderwijs, waar we een programma's hebben als Techno Discovery, waar we leerlingen van groepen 7, 8 al in aanraking brengen met techniek, technologie, ICT. Maar tegenwoordig ook in toenemende mate ook aan zij-instroom kijkend. En ik denk ook in de komende tijd nog meer dan we aanvankelijk hadden verwacht. Want door de corona komen er ook mensen op straat te staan in sectoren waarvoor het lastig wordt om een vervolgbaan te vinden. Dus ik vermoed dat we de komende tijd veel tijd en energie zullen gaan stoppen ook in het zij-instroomtraject. Nou, wat ik al zei, het gaat over het leven lang leren en het ook professionaliseren. Niet alleen van hen, maar ook van degenen die in de schoolbanken zitten en ook van degenen die voor de banken staan, dus de docenten. Vandaag gaat het vooral over de ICT Campus, omdat wij daar ook een traject in hebben. En we inderdaad gaan kijken hoe we die digital natives daarbij kunnen betrekken. Dat campusprogramma, ik weet niet of het voor iedereen bekend is. Dat is een initiatief vanuit de gemeente Veenendaal. Je zou kunnen zeggen dat Veenendaal een omgeving de Silicon Valley in de Food Valley is. En daar zitten we in een opschalingstraject. En in dat opschalingstraject zitten drie lijnen in. En waarvan
ik betrokken ben bij de derde lijn. De eerste gaat vooral over het toegankelijk krijgen van data. De tweede over het bevorderen van het startersklimaat. En wij houden ons bezig met de aanboren, het ICT-talent. Dus hoe zorg je ervoor dat er gekozen gaat worden voor die ICT-opleidingen? En dat vooral ook dat studenten straks en leerlingen niet hier de regio uitlopen. Naar bijvoorbeeld een stad als Utrecht, maar in deze prachtige regio blijven. We hebben een aantal programma's op lopen. En in al die programma's gaat het eigenlijk over het samenwerken van onderwijs met bedrijfsleven. En waarbij de studenten een rol hebben. Een van de eerste dingen is het verbinden van labs. We hebben in onze regio verschillende labs waar nu al kinderen actief zijn om in aanraking te komen met de ICT. In Veenendaal is dat het FabLab, in Ede is het Makerslab. We hebben rondom het Cultura in Ede nog het een en ander, in Wageningen op de campus. Eigenlijk zijn ze overal bezig om daar eigenlijk jongeren al vroeg in aanraking te brengen met die technologie. En die labs die zijn nu nog een beetje zelfstandig. We zijn vooral aan het kijken hoe we die met elkaar kunnen verbinden. En dat ze daar ook met elkaar leren en sharen. Nou, HR-vraagstukken willen we over in gesprek met de bedrijven. En waar we vooral de afgelopen tijd, en daar gaat het nu een beetje om, mee bezig zijn geweest met die hybride onderwijsvormen. Dus onderwijsvormen waarbij je niet spreekt over een school met tafeltjes en stoeltjes en een docent ervoor, maar dat je juist gaat kijken naar soorten onderwijs waarbij je dat bedrijfsleven uit je regio erbij betrekt. En ook opdrachten naar binnen haalt die gewoon echt zijn. Ik weet niet of jullie het ook nog meegemaakt hebben, maar ik heb vroeger vaak gevraagd aan een docent, waarom moet ik dit doen? En dan zei die docent vaak het zinnetje voor het diploma. En dat is een dooddoener. Ik werd in ieder geval niet vrolijk van. En wat ik nu zie is als studenten aan de slag zijn met daadwerkelijk echte opdrachten, dat er betekenis achter zit, dan willen ze het in ieder geval wel graag. Verder gaat het vooral over het verbinden. Hè? Dus dat die professionals uit het bedrijf, dat die meedenken over het curriculum, van hoe dat onderwijs eruit moet zien, wat daar behandeld moet worden. Maar ook dat ze ook niet alleen meedenken, maar ook meedoen. Dus dat ze een rol hebben in dat onderwijs. Dat is in toenemende mate van belang, omdat het voor docenten steeds lastiger wordt om dat tempo te volgen. Een docent is vaak een aantal jaren in de sector werkzaam geweest. Op een bepaald moment stapt hij eruit, gaat het onderwijs in. En voor je het weet staat hij op achterstand. Dus we zijn juist op zoek naar wegen waarbij we die professionals uit het bedrijfsleven meteen een rol geven in het onderwijs. En iets waar we de afgelopen tijd bezig zijn geweest, is eigenlijk al een paar jaar, is het opzetten van bootcamps en hackathons. Dat zijn onderwijsvormen waarbij we studenten in een pressure cook laten nadenken over oplossingen die ergens in de regio gevraagd worden. En daar wil ik zo meteen nog wat verder naar kijken, naar wat we daar in petto hebben volgende jaar. Eerst even misschien een poll, want we hadden zo'n een aantal mensen op de lijn en een aantal namen herkende ik ook. Dus ik denk dat een deel de vraag met ja zal beantwoorden. Ik ben wel benieuwd in hoeverre de ICT-campus bij ieder bekend is. Dus in hoeverre bent u bekend met het ICT-campus-programma? Nou, mocht u het nog niet kennen, dan zou ik zeggen, kijk er eens naar, zoek eens op ICT Campus. Er is een prachtige website die vanuit de gemeente Veenendaal wordt onderhouden. Daar is ook een factsheet op zichtbaar. En daarin is ook te zien van wat er eigenlijk de afgelopen tijd al binnen het ICT Campus programma gebeurd is. Dus in hoeverre er al effect van starters bijvoorbeeld, in hoeverre studenten al betrokken zijn. Er wordt iets gezegd over een ICT-borrel. Komende week is er zo'n borrel. Dus kijk eens eventjes of dat iets is waarvan u zegt van nou, daar ga ik gewoon eens iets kijken. Daar ga ik het gesprek eens voeren. Het is heel laagdrempelig. Wellicht dat er een vervolg uitkomt. Dan even naar die inzet van studenten, waarop al eventjes over zei. Klassiek. Is er een harde
knip tussen datgene wat er in de school gebeurt en datgene wat er buiten de school gebeurt. Zeker in het beroepsonderwijs, daar had je het deel waarbij je in de klas was. En vaak werd het pas leuk voor studenten op het moment dat ze op stage gingen. En kwamen ze terug en zeiden ze van, datgene wat u verteld hebt, dat is in de werkelijkheid anders. Nou, die stage is er en die zal er blijven. Maar in toenemende mate werken we ook aan trajecten waarbij we met studenten aan de slag gaan. Met vraagstukken die bij of een overheid of een instelling of een bedrijf in de regio ligt. En wat wij vooral proberen te doen is eigenlijk studenten van verschillende richtingen bij elkaar te zetten. Onlangs hebben we een aantal keren trajecten gedaan waarbij we studenten van opleiding ICT en van MBO en van HBO, soms ook van WO, in een team hebben gezet. In combinatie met studenten van de opleiding die jullie eronder zien staan. En dat levert vaak mooie dingen op. Eigenlijk levert het altijd iets op waarvan die studenten zeggen, dit was prachtig onderwijs. En waarbij de opdrachtgever zegt, het heeft mij wat verder gebracht. Dus het voordeel is dat je de enthousiaste studenten hebt, dat je die natives hebt. Maar het voordeel is ook dat die studenten dat die vaak nog onbevangen zijn. En eigenlijk vaak met oplossingen komen waar een ander niet meer aan denkt. Voor studenten en voor docenten is het ook van belang en een groot voordeel dat ze over de grenzen van hun eigen wereldje heen kijken. Want de wereld is niet meer zo ingedeeld in hele harde sectoren. Zeker als het om ICT gaat en digitalisering. Dat is overal. Voor ondernemers is het interessant om eraan mee te doen. Je krijgt op dat moment eventjes een groepje studenten om je heen. En wellicht dat er eentje tussen loopt waarvan gezegd wordt van, nou, die zou bij ons wellicht passen. Dus een goedkope manier van recruitment, zou je kunnen zeggen. Wat voor soort opdrachten hebben we nou de afgelopen tijd gehad? En waar gaan wij ook mee verder? Een paar voorbeelden. Ik weet niet of het helemaal leesbaar is, maar dat hoeft ook niet. Een van de ondernemers bij een van de bootcamps is het bedrijf Siplo uit Lunteren. En dat bedrijf dat maakt mestrobots. De eigenaar van het bedrijf die stelde de vraag van, nou, zouden we daar niet wat meer mee kunnen? Met die mestrobot, die loopt toch door die stal. Zouden we die robot ook andere dingen kunnen laten doen, meten of iets dergelijks? Nou, daar zijn studenten mee aan de slag gegaan. En die studenten die komen vervolgens met plannen terug om te extra sensoren aan te brengen op zo'n robot. En om daar meteen de fijnstof te meten. En iets wat een actueel onderwerp is. Appeltje Eitje, misschien kent u het. Dat zijn twee ondernemers uit de Betuwe. De een aan de kant van het fruit en de andere aan de kant van de pluimveeën. Die hebben gezegd, wij willen een concept ontwikkelen waarbij de keten korter wordt. Waarbij direct vanuit de boomgaat het fruit de winkel ingaat. En die hebben een Febo-achtige winkel ontwikkeld en hebben studenten ook gevraagd van, nou, zouden jullie mee kunnen denken hoe we dit beter kunnen maken? En die studenten komen met plannen om die winkelvoorraad beter te monitoren of ze hebben een klantenkaart ontwikkeld. Ondernemer vervolgens van zegt, daar kan ik toch wel mee, dan ga ik eens kijken of ik daar een vervolgstap in kan zetten. U kunt er een paar lezen. De volgende is Go Veluwe, ondernemer die de vraag kreeg, hoe kan het tochtje over de Veluwe interessanter worden voor kinderen? De Veluwe vinden wij volwassenen allemaal prachtig, maar voor een kind is het vaak saai. Want die grote vijf, die zie je daar eigenlijk helemaal nooit, tenzij je heel vroeg je bed uitgaat. Zij hebben toen een app ontwikkeld waarmee ze eigenlijk in een gamevorm over de Veluwe heen gaan. En een beetje zoals er een tijd geleden was, ik weet even de naam kwijt van het programma, waarbij kinderen gewoon naar plekken toe moesten om daar te scoren. Nou ja, die
plekken, die hadden ze heel slim, hadden ze die op plekken neergelegd waar toevallig ook horeca is. Het zijn manieren om studenten oplossingen te laten verzinnen die er aanvankelijk nog niet verzonnen waren. Dat is een manier van werken waarbij, waarbij er en geleerd wordt, maar waarbij de omgeving en de ondernemers ook nog een stapje verder gebracht worden. We zijn ondertussen toe aan een volgende stap. En die volgende stap die heeft een beetje te maken met datgene wat het ministerie van EZMK wil en wilde. Ik moet zeggen, dit was wel een pre-corona insteek. Maar het ministerie van EZK die constateerde dat we met z'n allen voor grote uitdagingen staan. De klimaatverandering, vergrijzing, hoe zorgen we ervoor dat we die prachtige welvaart die we hebben, dat we die behouden. Daar werd ook geconstateerd, en dat Rob net ook al eventjes, dat we eigenlijk gewoon anders moeten gaan werken. Want op dit moment is het nog zo dat één op de vier mensen, dat die een gepensioneerd is. Maar dat dat verandert door die vergrijzing. En dat we daar dus oplossingen voor moeten verzinnen. En één van die oplossingen is dat we uiteindelijk die arbeidsproductiviteit omhoog gaan halen. Datzelfde onderzoek wat de EZK heeft gedaan, die gaf ook aan dat het MKB, dat daar weliswaar had, dat die arbeidsproductiviteit eigenlijk nog veel meer omhoog zou moeten. En zij hebben het voorstel gedaan om daar uiteindelijk ook omgeving voor te creëren, om hier stappen in te zetten. Ook weer het inzetten van studenten. En die, het idee is dat er digitale werkplaatsen ontstaan in Nederland. En dat er in die digitale werkplaatsen, dat daar ondernemers en met name MKB, dat die daar kunnen aankloppen om aan studenten te vragen van, zou jullie willen meedenken over de manier waarop ik mijn business anders kan inrichten. Tussen verschillende van dit soort werkplaatsen zijn er. Hier op het kaartje zijn er een aantal aangegeven. In Arnhem is er het dichtstbijzijnde. En het komend jaar willen wij in de Food Valley daar ook mee starten. We hebben daar ook een aanvraag voor ingediend. Een subsidieaanvraag bij RVO. Als die valt, dat horen we over een maandje, dan gaan we fors gas geven. Maar we hebben sowieso gezegd dat we het gaan doen. De aanvrager is Technova College de docenten van Technova College, met name van de opleidingen ICT en van mechatronica, hebben al aangegeven, wij gaan komend jaar gaan we daarmee aan de slag. Er staan docenten klaar om ermee aan de slag te gaan. Er zijn al vast studenten geworven die in een stagevorm dat op gaan pakken in eerste instantie. Het voordeel daarvan is dat ze er in ieder geval voortdurend zijn. Het idee is dat de MKB daar een vraag kan neerleggen en dat studententeams daarmee aan de slag gaan met die vraag. Het idee is dat ze straks, dat ze eigenlijk in een adviserende rol aan de slag gaan. Dus ze gaan niet iets produceren. Het idee is dat ze uiteindelijk een onderzoek doen, dat ze teruggaan naar die ondernemer en dat ze tegen die ondernemer zeggen, nou, wellicht is dat pad is wat voor je, en dan kan die ondernemer vervolgens zelf verder zoeken waar en met wie hij daar aan de slag gaat. Het idee wat er een beetje achter zit is dat, dat het voor veel MKB'ers lastig is om die stap te zetten, omdat je al heel snel bij consultants terechtkomt die met tarieven komen die voor ondernemers te ver zijn. Ik hoorde een keer iemand zeggen dat een kapper wel een stap wilde zetten, maar die ging bekijken wat hij aan tarieven moest betalen bij een consultant. En die vroeg zich toen af van hoeveel hoofden hij ervoor zou moeten knippen. Nou ja, het zou voor die kapper wellicht mooi zijn als hij toch een digitaliseringsslag wil maken, dat hij bij de eerste stap studenten in kan zetten. En het is heel laagdrempelig, want doordat je studenten inzet, kost het in eerste instantie nog niks. En de volgende stappen, ja, dat is een beetje afhankelijk van wat er uit het advies komt. Ja, daar gaat natuurlijk wel wat bij komen. Voor wie? Ja, de MKB'er, dat is een heel breed palet. Want ja, het is 60% volgens mij wat MKB is.
Maar hier staan een paar voorbeelden waar je aan zou kunnen denken. Dus bijvoorbeeld naar de kapper. Tot nu toe zijn het kappers waar je gewoon binnen kunt lopen. Maar nu in coronatijd kan dat niet meer. Dus die zal toch iets moeten gaan bedenken over reserveringen. Veel kappers denken daar niet aan en hebben nog niet bedacht hoe dat zou kunnen. Daar zou zo'n student bij kunnen helpen. Of een bakker die zijn proces wil digitaliseren of automatiseren. Je ziet op veel plekken nog dat er toch vaak gewoon fysieke handelingen verricht worden. Waarbij door het inzetten van bijvoorbeeld een simpele robot of iets anders. Dat er toch stappen gezet kunnen worden en je met minder mensen het werk kunt doen. Er zijn nog een aantal voorbeelden. Dit zijn voorbeelden die rijp en groen zijn, maar ik kan me voorstellen dat er nu al ideeën zijn van, dat is iets, ik heb ooit al eens een keertje ergens over nagedacht. Ik zou het wel eens wat verder willen brengen, wellicht dat ik daar een studententeam bij in kan zetten. En die is straks via ons te bereiken. Niet alleen voor die ondernemer is het interessant, ook voor de studenten. Want dat betreft win-win. Ik heb de afgelopen tijd eigenlijk altijd gezien dat als studenten aan de slag gaan met echte vraagstukken en ook met echte opdrachtgevers, dat er iets met die studenten gebeurt. Dan is het een keer niet meer wachten tot het wel gaat. Dan zijn ze bereid om tot diep in de avond verder te gaan en toch met oplossingen te komen. Ander voorbeeld is dat ze daarmee ook gewoon hun regio beter leren kennen. En we ook werken aan het idee waarbij we werken aan het binden aan de regio. Want we willen voorkomen dat die studenten, dat talent wat we hier in de regio Food Ferry hebben, dat Food Ferry uitgaat. Vaak hebben ze geen flauw idee van wat er allemaal te doen en mogelijk is in de Food Ferry. Door nu eens bij die ondernemers over de vloer te komen, ontstaan die mogelijkheden wel. En wellicht op een later moment, dat gaan we in eerste instantie nog niet insteken, doen ze op andere plekken in Nederland al wel. Daar werken ze ook met werkstudenten, waarbij je eigenlijk vast studenten in die digitale werkplaats hebben en die dan, in plaats van dat ze bij de Albert Heijn moeten vakken vullen en daar het geld mee verdienen, in dit geval hun geld verdienen aan iets wat veel dichter bij hun ligt. Dat is iets waar wij mee aan de slag gaan de komende tijd. Het is eigenlijk voortgaan in de weg die we al ingeslagen zijn. Alleen nu haken we aan bij het initiatief van de MKB werkplaatsen. En wij noemen het vanaf augustus het Digilab bij ons in de Food Ferry regio. Dat was zo'n beetje het verhaal wat ik te houden had. Ook bij mij zit er nog een poll achteraan. Ik ben ook wel benieuwd of er al vragen opborrelen, dat mensen zeggen, hey, daar heb ik wel interesse in, ik zou dat wel eens willen onderzoeken. In eerste instantie nog even met de ja en nee vraag, maar op het moment dat het antwoord ja is, dan zou ik jullie willen uitdagen om contact te zoeken en dan gaan we zelf kijken of we zo'n vraag ergens neer kunnen leggen, zodat het studententeam ermee aan de slag gaat. Mochten er vragen zijn, ik ben te bereiken via Knopen Techniek en anders ook al via de chat nu zometeen nog eventjes. En dan gaan we kijken of we die vragen al een plek kunnen geven bij het studententeam. Het zal wel augustus worden, maar dan kan de eerste aan de slag. Dit is wat mij betreft het verhaal. Ik kan me voorstellen dat er ook een vraag leven. En dat er via de chat ondertussen wel binnen is gekomen. Een goed punt vind ik van Gerda. Die zegt natuurlijk, ja, de gemeente ziet in de binnenstad heel gemakkelijk wat er aan de hand is. Maar veel moeilijker in de bedrijfsterreinen. Dus de vraag is wat de gemeente daarin zou kunnen betekenen. Dus de vraag denk ik vooral aan Rob en jou. Ja. Rob, als je ook je video weer aanzet, ja, daar ben je. Daar ben ik, ja. Zal ik hem eerst even overpakken, Joop? Prima. Gerda is volgens mij werkzaam ook bij de gemeente Veenendaal. En als ik het goed heb begrepen, is daar recentelijk een vacature accountmanager vanuit de gemeente Veenendaal op de borden geweest. Ik weet niet of die inmiddels al bekend is wie dat gaat uitvoeren. Maar dat lijkt me dus inderdaad een ideaal iemand die dus de voelsprit kan hebben richting alle ondernemers in het Veenendaalse. Daarnaast hebben we natuurlijk Henny Jansen, de nieuwe centrummanager van de binnenstad. En ik kan me inderdaad voorstellen wat Gerda ook schrijft in de chat. Dat je natuurlijk al automatisch wat meer beeld hebt bij de impact van corona.
op het echte centrum. Hè, omdat je bijvoorbeeld ziet dat de horeca dicht zit of dat die problemen hebben. En dat de bedrijventerreinen die wat verder weg zijn, ook van het gemeentehuis, dat je daar misschien wat minder beeld van hebt. Nou, volgens mij zijn er voor de gemeente Verendaal een paar opties. Dus nogmaals, de accountmanager vanuit de gemeente, die zo snel mogelijk laten kijken en contact opnemen met andere bedrijven in Verendaal. De BOV, niet voor niks een van de mooiste georganiseerde businessclubs van heel Nederland, zou ik bijna willen zeggen. Maak daar ook gebruik van. Hè. Die kunnen heel makkelijk snel ophalen of via channels van wat er bij hun achterban speelt en leeft. En volgens mij heeft de gemeente ook al hele mooie maatregelen getroffen om ondernemers te helpen. En dat, die zijn niet alleen SEC voor de binnenstad, die zijn voor alle ondernemers. Dus in ieder geval zaak om te zorgen dat de content van al die regelingen ook op een hele laagdrempelige manier kan worden aangeboden. Dat elk ondernemer weet waar hij recht op heeft of waar hij hulp kan krijgen vanuit de gemeente. Als er niks meer is, dan wil ik gaan afronden. En dan wil ik in ieder geval ook even Joop, je mag mee, dan gaan we bedanken. Maar jou in ieder geval bedanken voor jouw duidelijke betoog over het onderwijs. En op wat voor mooie manier in de Food Valley, zeg maar, ook inderdaad het onderwijs mooi samengrijpt met de ondernemers. De twee O's, maar ook Gerda en haar collega's. De overheid, de triple O, of zoals het mooi genoemd. Volgens mij zijn we dat op een hele goede manier op neerzetten. Ja, nou, ik denk dat dat inderdaad de goede insteek moet zijn. Constant blijven nadenken en kijken van waar zou kansen kunnen liggen, mogelijkheden. Nou, dat probeer denk ik echt een goede ondernemer als je dat kunt, ondanks zo'n ontzettende crisis. Dus ik wil ook echt elke ondernemer die nu heel veel problemen heeft, heel veel sterkte wensen met de business, met het ondernemerschap. En daar waar ik of mijn mooie Rabobank een rol zou kunnen vervullen, ja, schroom niet om het contact met ons te zoeken. Nou ja, en dat geldt eigenlijk op een iets andere manier voor mij ook. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik die plaatjes van Rob zag, dan werd ik in eerste instantie niet vrolijk van. Maar toen ik de kolom zag die er als laatste kwam, toen dacht ik, nou, er zit volgens mij veel wendbaarheid in onze omgeving. Ja. En die wendbaarheid gaan we samen om die omgeving nog mooier te maken. Dag jullie allemaal. Joop, nogmaals bedankt. En BOV, dank voor de mogelijkheid dat we dit hebben mogen delen met je. En succes. Tot ziens. Dag. Bye.